In het publieke geheugen spreekt de strijd aan de Grebbelinie en in het bijzonder aan de Grebbeweg tot de verbeelding. Vandaag de dag herinneren de nog resterende aan de Grebbelinie gebouwde kaasmatten nog steeds aan deze strijd. Wat was de functie van deze kaasmatten en wat was de plaats van deze verdedigingswerken binnen de stellingen? Dat gaan we vandaag bekijken. Tussen 1939 en 1940 waren er verschillende plannen voor de Grebbelinie. Toen generaal Winkelmann het stokje van zijn voorganger overnam, besloot hij dat er in plaats van aan de nieuwe Hollandse waterlinie de hardnekkige verdediging aan de Grebbelinie gevoerd moest worden. Organiek gezien zouden zo'n 51 kilometer lange Valleistelling, zoals deze destijds werd genoemd, door zo'n 135.000 man worden verdedigd. Het stellinggebied kenmerkt zich door een doorlopende lijn van gekanaliseerde waterlopen, zoals het Valleikanaal, die een tankhindernis vormden en het stellen van onderwaterzettingen bevorderden. Ten noorden van Amersfoort vormden inundaties geduchte hindernissen. Onvoorkomen waren de inundaties ten zuidoosten van Amersfoort, in de omgeving van Scherpenzeel, maar vooral ten oosten van de Grebbeberg. Daarom werden de later te bespreken kazematten op de kwetsbaarste punten meer in de diepte gegroepeerd. Dit was dus bij de Grebbeberg, de Emekhuizenberg, Asjad en Amersfoort. Door de linie heen werden de uit het verleden daterende verdedigingswerken zoveel mogelijk benut. De grondmetsels van deze voormalige schansen bijvoorbeeld boden namelijk de mogelijkheid voor maken van ingegraven opstellingen. Na verloop van tijd werden de veldverstekingen aangevuld met lichte betonnen bouwwerken. Dit in de vorm van 3 hoofdtypes die in afzonderlijke video's worden besproken. Dit waren de G, B en S kazematten. Deze kazematten bevonden zich voornamelijk in de hoofdweerstandstrook van de stelling. Hoe zit het precies? De Nederlandse stellingen werden aangelegd op basis van de toegeldende voorschriften, opgesteld omstreeks 1935 en gebaseerd op de Franse ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. Voor de hoofdweerstandstrook bevonden zich zogenaamde weerstandbiedende voorposten, bewapend met lichte en zware mitrailleurs en panzerafweergeschut, geplaatst in veldversterkingen. Voor en tussen de opstellingen waren hindernissen aangebracht. De voorposten waren prominent aanwezig op de plaatsen waar inundaties ontbraken of niet volledig tot wasdom waren gekomen. Waar de inundaties toereikend waren, hadden de voorposten geen weerstandbiedende, maar alleen een waarschuwende taak. Achter de voorpostenstrook, of achter de belangrijke onderwateringszettingen, bevond zich de hoofdweerstandstrook. De voorste lijn daarvan heette de frontlijn. Deze lijn volgde waar mogelijk nagenoeg de doorgaande waterlopen en het was in deze lijn dat het gros van de betonnen kazematten was geplaatst. In theorie zou er vanuit de frontlijn genoeg vuur moeten kunnen worden afgegeven om de vijand te pareren. Idealiter overlappen de schootsvelden van de individuele objecten elkaar, zodat als één object wordt uitgeschakeld, de andere dit kan opvangen. Problematisch was in het bijzonder bij de Grebbeberg dat bomen, gewassen en andere obstakels aanvankelijk niet mochten worden opgeruimd. De obstakels belemmerden het eingezicht of gaven de vijand de mogelijkheid om dekking te vinden. Het vuurstelsel bij de Grebbeberg lijkt overigens met als uitgangspunt een voltooide inundatie te zijn opgesteld. Zolang deze inundatie er nog niet was, was de hoge oostzijde van de berg relatief slecht verdedigd. Terug naar de theorie. De lijn achter de frontlijn was een stoplijn. Mocht de vijand de frontlijn weten te doorbreken, dan zou zijn opmars door de stoplijn moeten worden afgegrendeld en waar mogelijk worden teruggeworpen, zodat de frontlijn weer hersteld kon worden. Aangetrokken reserves of uit de voorste lijn teruggetrokken eenheden zouden dat moeten bewerkstelligen. De stoplijn bestond vooral uit veldverstekingen, bijvoorbeeld in de vorm van loopgraven, spaarzaam aangevuld met kazematten. De achterste grens van de hoofdweerstandstrook heette de ruglijn. Vanuit hier zou een laatste tegenstand kunnen worden geboden. Weer verder achterwaarts waren de artilleriestukken opgesteld. Deze kon voorbereide vuren uitbrengen voor de voorposten, de frontlijn en de stoplijn en dienden verder om afhankelijk van de verdere loop van het gevecht vijandelijke doelen zoals artillerieposities zich gereedstellende of aanvallende infanterie te bestrijden. Indien de afstand tussen de frontlijn en de stoplijn te groot was, werd er een aanvullende tussenstelling aangelegd. Bij de Grebbeberg steunde het op een aantal G-kazematten. Enige maanden na het begin van de mobilisatie kwam de staf van het veldleger tot de conclusie dat versterkingen van de Grebbelinie noodzakelijk was. Door de wisseling in het opperbevel werd pas in 1940 de knoop doorgehakt. De betonwerken zouden meer in diepte moeten worden aangelegd en de kazematten zouden van een hogere kwaliteit moeten zijn. Daartoe werden kazematten met een hoger weerstandsvermogen ontworpen. Zo werd er 1 kazemat, in het bijzonder bedoeld voor in de stoplijn, ontworpen met 2 schietgaten, 1 frontaal en de ander flankerend. Verder was een kazemat voorzien die een flankerende gevechtsopstelling had en eveneens een schuilplaats voor 14 personen. Van deze gevechtsopstellingen waren enkele gepland in de frontlijn, maar het merendeel zou in de diepte van de hoofdveerstrook worden gebouwd, dus achter de frontlijn. Eveneens werd besloten dat in de frontlijn geen kwetsbare S-kazematten meer zouden worden aangelegd, maar dat de voorkeur zou worden gegeven aan de goed te camoufleren G-kazematten. Naar verwachting zou de eerste lichting nieuw ontworpen kazematten pas in oktober 1940 opgeleverd kunnen worden. Helaas heeft dan nog geen enkele kazemat van dit model het levenslicht gezien. Hoe de kazematten die wel de vuurwerp zijn ondergaan hebben gepasseerd, gaan we in de volgende aflevering bekijken. Met de stichting Menno van Coehoorn hebben wij een excursie gehad naar de Grebbelinie. Zo hebben wij ook de Normaniter afgesloten klassen bezocht. Heeft u daar ook interesse in? Overweeg dan om begunstiger te worden van de stichting Menno van Coehoorn. Dan kunt u aan toekomstige excursies eventueel ook deelnemen.